Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door Buco Infrasupport. Samen onderweg naar veiligheid. Beste mensen, kijkers en luisteraars, hartelijk welkom op dit online concert. We zijn hier in de hervormde kerk van Nieuwpoort. Het is een rare tijd. Het is een, als ik het zo mag zeggen, een coronatijd. Dat betekent dat de twee koren die ik heb, Choir voor Hoop in Barneveld, Inspire to Live, Choir Alblasserdam, compleet stil liggen. We kunnen niet repeteren, we kunnen ook geen concerten geven. We hebben dus ook geen opbrengsten voor ons doel dit jaar. In 2020, dat was ons doel, het Prinses Maxima Centrum Utrecht, afdeling kinderoncologie, onderzoek voor hersentumoren. Nu, dit online concert is georganiseerd voor dat doel om toch wat geld op te halen. En wij hopen natuurlijk ook dat u straks klaar zit om te doneren. Normaal gesproken vragen wij 10 euro voor een concert. En u bent niks verplicht, maar het zou mooi zijn als u het zou willen storten. En ik wil benadrukken dat 100% van uw gift rechtstreeks doorgaat naar het Prinses Maxima Centrum. Dat kunnen we doen omdat de kosten van deze dag volledig zijn gesponsord. Waarvoor dank. Later in het programma zult u de artsen en de onderzoekers zien van het Prinses Maxima Ziekenhuis en zullen ze uitleggen welk onderzoek wij dit jaar steunen. Ik wil in het bijzonder welkom heten de muzici die meewerken aan dit programma. André de Jager, orgel. Hans Veldhuizen aan de vleugel. Annelies Schep, sopraan. Ite van der Zwaag, hobo. En Severin van Dijk, dwarsfluit. Ze hebben een zeer afwisselend programma voor u gemaakt. Samen. Maar ook apart. En ik hoop van harte dat u ervan kunt en wilt genieten. Ik wens u dan ook veel luister- en kijkplezier in dit digitale concert. U gaat ons allemaal zien en horen. Dus fluit, hobo, piano, orgel en zang. Met het lied Nella Fantasia. Ook wel bekend als Gabriel's Hobo. Een thema wat bekend is geworden in de film The Mission en is geschreven door de wereldberoemde componist Enrico Morricone. Dus voor u nu Nella Fantasia.
volgende stuk wat we gaan spelen is een prachtig liefdeslied van Reinaldo Haan. Ik ga dat samen spelen met dwarsfluit en piano. Het is een lied, dus er is een tekst en ik ga dat proberen zo goed mogelijk uit te beelden. De tekst is als volgt. Chloris, als het echt waar is dat je van me houdt, kan ik niet geloven dat er koningen op aarde zijn die een even groot geluk kennen. Chloris, van Reinaldo Haan. Heel veel luisterplezier. De ballade Nostalgiek is een werkje wat ik geschreven heb in 2015. Ik speel het met de schitterende Vox Humana op dit orgel. Ik heb het opgedragen aan mijn oud-orgellerares mevrouw Ali Tjong te Papendrecht, van wie ik in 1974 één jaar orgelles mocht hebben.
In 2016 heb ik 12 korte stukken voor orgel gecomponeerd. Eén daarvan is het stuk Alla Marzia. Het begint eigenlijk een soort inleiding en halverwege begint er een mars, wat ook heel duidelijk hoorbaar is. Het is een heel feestelijk werk en zeer geschikt op dit prachtige van een heuvel orgel in Nieuwpoort. Ja, en toen werd ons gevraagd om een muziekstuk uit te zoeken voor sopraan en hobo. Dus dat was even zoeken, maar uiteindelijk hebben we gekozen voor Domine Deus uit het Gloria van Vivaldi. Een stuk voor hobo, orgel en sopraan. Ja, en het is als zanger heel fijn om samen met hobo te kunnen zingen, want je kunt helemaal in die klank kruipen, dus dat hebben we ook geprobeerd om te doen. En ik moet wel zeggen dat dit altijd mijn favoriete stuk is voor hobo en orgel en zang. Heel veel plezier. Thank you.
Uit de Suite Antieke gaan Hans en ik een stuk spelen van John Rutter en dat heet Chanson. Zoals aan het begin van deze uitzending aangegeven, is de opbrengst dus voor het Prinses Maxima Centrum hier in Utrecht. In deze bijzondere tijd, waar we geen concerten kunnen geven, zijn we hier op locatie bij het Prinses Maxima Centrum zelf. En ik wil u graag voorstellen aan de artsen en onderzoekers die u verder gaan vertellen over het onderzoek wat wij gaan steunen. Friese en ik hebben elkaar leren kennen ooit in Leiden. En toen zijn we met het idee gekomen iets met immuuntherapie te doen. En dat zijn we hier nu aan het opzetten. Wat voor onderzoek doen jullie? Hersentumoren komen relatief veel voor bij kinderen. En het is ook de vorm van kanker waar het meeste kinderen aan overlijden. En ja, omdat ik er de afgelopen jaren veel mee gewerkt heb, is het ontzettend frustrerend. Dat je het idee hebt van ja, alles wat we doen werkt of tijdelijk of... Of het werkt goed, maar de kinderen blijven hun leven lang patiënt, omdat de behandelingen heel veel impact hebben op de neurologische uitkom van de kinderen. Ze kunnen vaak na een behandeling ook minder. En dat moet echt beter kunnen. En daarom zijn we gaan werken met immuuntherapie. Is natuurlijk voor heel veel vormen van kanker is dat echt opkoming. Het is natuurlijk verzamelnaam immuuntherapie. En toen hebben wij bedacht, nou, dat willen wij ook voor
kinderen met hersentumoren. Om te kijken of immuuntherapie iets kan betekenen voor deze groep patiënten. En we zijn nu bezig met de eerste stappen. Bij immuuntherapie wordt de eigen afweer ingezet om te vechten tegen de hersentumoren. Omdat dat erg belangrijk is bij deze groep patiënten om iets nieuws te doen. Omdat er nog heel veel kinderen overlijden aan een hersentumor. Ja, om de eigen afweer goed in te zetten zijn er twee dingen nodig. Het is belangrijk dat de cellen op hun plek komen en dat ze op de plek ook de tumor herkennen. Samen met het Rotterdam zoeken we naar het juiste virus wat die tumor kan infecteren, zodat juist de tumor herkend wordt door de eigen afweercellen. Dat is een onderzoek wat we nu aan het opzetten zijn om uit te zoeken wat we het beste kunnen gebruiken op een veilige manier. Hoeveel geld hebben jullie nodig voor dit onderzoek? We moeten eerst zien dat het werkt. En de eerste stap is in het laboratorium kijken of zo'n virus werkt en kijken of je geactiveerde immuuncellen, als we die aan die tumor geven buiten het lichaam, of die werken op de tumor. Nou, dat is de eerste stap. En dat is de stap waar we geld voor vragen. Maar het is natuurlijk een onderdeel van een groter project. Uiteindelijk willen we het naar de patiënt toe brengen. Dat is het ultieme goal. En daarom zijn wij natuurlijk ook arts en onderzoekers. Want wij willen het van het laboratorium naar de patiënt brengen. En voor die eerste fase, voor die experimenten, dat we kunnen zeggen, nou, dit gaat werken voor de patiënt, is ongeveer €130.000 nodig voor die experimenten. En het klinkt als een groot bedrag, maar er zijn heel veel mensen bij betrokken. Het is eigenlijk een essentiële stap voor het onderzoek om te kijken, kunnen we hiermee verder naar de patiënt toe? En we hebben wel al aanwijzingen dat er in ieder geval bepaalde hersentumoren hierop reageren en dat het dus heel veelbelovend kan zijn voor de toekomst. Ja, en het is denk ik met name ontzettend pijnlijk en frustrerend om te zien dat als er een bepaalde vorm van hersentumoren, dat je tegen ouders en tegen het kind zelf moet zeggen, ja, we hebben eigenlijk niks te bieden, van begin af aan al. Dus je kan het lengen met een aantal maanden, maar je hebt gewoon niks in handen wat hoop geeft. En natuurlijk is het bij alle patiënten zo dat je niet kan zeggen, we gaan je zeker beter maken. Maar dus wel de mogelijkheid dat het kan. En die is er gewoon niet. En die mogelijkheid willen wij gewoon gaan creëren door deze nieuwe therapie te gaan introduceren uiteindelijk bij deze patiënten. En wij denken echt, omdat het een andere manier, totaal andere manier van behandelen is dan we tot nu toe hebben gedaan. Dat is al 30, 40 jaar onsuccesvol gebleken, die andere manier. En daarom willen we echt deze nieuwe manier gaan gebruiken om patiënten beter te krijgen en niet te lengen. En dat is denk ik echt iets wat je elke dag voelt als je hier werkt met dit soort kinderen. In januari van dit jaar waren we aanwezig bij jullie concert in het Dolfinarium. Het maakte op ons veel indruk hoeveel participatie er was om het onderzoek verder te helpen. En wij hopen dat jullie ook met z'n allen dit onderzoek oppakken en steunen, zodat het mogelijk wordt dat we deze therapie voor kinderen beschikbaar krijgen op korte termijn. Het stuk dat ik nu voor jullie ga spelen is getiteld Hoop. Het is een werk van de Nederlandse pianist Louis van Dijk. Louis van Dijk is kort geleden overleden. Dus dit lijkt me een mooi eerbetoon aan deze pianist. Het is ook het laatste werk dat hij heeft geschreven. Veel luisterplezier.
Ik heb een solo uitgekozen. Dat is een lied dat is heel erg geliefd bij mensen, weet ik. Het is een lied dat is pas in 2002 geschreven. En werd in 2003 wereldberoemd door Josh Groban. En is door vele mensen al gezongen en gecoverd. En het is een lied wat het Inspired to Live Choir ook altijd heel graag zingt. En dat is het lied You Raise Me Up. Ik zing dit terwijl Hans mij begeleidt op de vleugel. There is no life, no life.
Het volgende stuk wat André en ik voor je zullen gaan spelen is het stuk Tamboerin van Kossek. Hans van Veldhuizen en ik gaan nu samen voor u spelen een prachtig lied van Schubert, Serenade. Thank you.
We hebben nog een hele mooie uitsmijter voor u, met z'n allen. En dat is een lied wat geschreven werd rondom de Amerikaanse Revolutie in 1861. Een heel bekend lied. Mensen kennen het ook als Glory, Glory, Hallelujah. Maar het heet officieel The Battle Hymn of the Republic. Geniet nog even. Natuurlijk dat u genoten hebt. Het was een zeer afwisselend programma
met goede en fijne muzici. Ik wil in het bijzonder Eddie Futselaar ook even bedanken voor het aanleveren van de vleugel. Ik wil het kerkbestuur van Nieuwpoort hier bedanken voor de ter beschikkingstelling van de kerk. En ik wil in het bijzonder natuurlijk ook hartelijk danken de muzici voor de muziek die ze vandaag hebben gemaakt. Het was gezellig met elkaar om hier te zijn. Iedereen vond het fijn om weer muziek met elkaar te maken. En ik wil jullie daar heel hartelijk voor bedanken. Alle namen zijn genoemd aan het begin van dit programma, dus dat ga ik niet herhalen. En wat ik vooral ook nog wil benadrukken en aan u wil vragen, wil vooral doneren voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, waarvoor wij dit online concert hebben georganiseerd. Het nummer komt in beeld. Wij danken u heel hartelijk en mogelijk ergens anders. Tot ziens. Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door Buco Infrasupport. Samen onderweg naar veiligheid.